Hier op dit plak draaide de haan zijn plaatjes. Visietjes kwamen binnen uit het hele landwaai. In 2002 werd de besieten van het agentschap Telecom en de haan was zijn stuurder inleveren. De boete vocht hij aan, maar als gevolg een jarenlange juridische strijd. Die zaak had nu 9 jaar ongeveer aan. En nou is 9 jaar. En nu is eigenlijk 4. Dan maak je het aan de boezen. Het is nou zover. Ik hier nog één keer in hoge beroep kent. Maar hier cassatie ontteken iemand. Maar dat riep de advocaat mee over. Want ja, het is al je in principe onrecht. Want neffens de haan is hij slachtoffer worden van een heksenjacht van het agentschap Telecom. Ze haam neert op het dier betraapje kin. Alles bij en waar had de hele zaak om zo'n 2002 al een soort geld kosten. We hebben iedere keer een tol van 1400 euro. Maar ik betaal je en dan de proceskost niks. Want die moet je vooraf betalen. Dus dat gaan we naar Rotterdam, tot Twakketa. Naar Den Haag, nou één keer, maar die proceskosten mag ik ook nog betalen. Dus die komen er ook nog wel in. Dus, dan had je toen 20.000 euro. Dat mag je wel brengen, dat ga ik wel betalen. En ook deze 10.000 dan betalen aan. Nou, ik denk ik volle mee betalen aan, maar doe maar. De stille genieter stuurt net meer uit. De stewarden staan in het hok. De haan wil ze nog één keer broeken en dan is het klaar. Ik wil één keer draaien, op hetzelfde manier wat ik altijd in dingen haal. Dus dan ben ik gewoon sneden met de belustering en sneden jongen. En dan draai ik krijgslang dat ze mee pakken. Komt de opsporingsambt daarna net, dan zeg ik toch zelf proberen om hun te benaderen dat ze mee de loft halen willen of dat ze mee pakken willen. En want ik wil ze graag feliciteren dat ik dit waarderen kan, dat ze mee op deze manier eruit halen. Dan hadden ze mee praten niet en ze gaan zender. En die oren keren hier in ze heel lang niks. En dat vind ik gewoon een beetje onschuldig.